Ik ben namelijk onderweg naar mijn auditie voor de acteursopleiding. Succes! Maar we manifesten dat je door bent. Goed luck! Dan mag jij me dik vinden, maar ik ben heel blij met mijn tiet en mijn kont. Het is vandaag dinsdag 12 januari en het is nu 8:30 geweest. En ik zit in de auto. Ik ben namelijk onderweg naar mijn auditie voor de acteursopleiding. Dus ik hoop dat als ik dadelijk weer begin te vloggen, dat het een leuke vlog is. En dat ik ben aangenomen en dat ik niet ben aangenomen. Maar ik hoop dat jullie deze week nog wel eens leuk vinden. En als jullie deze week nog wel eens leuk vinden, blijf dan vooral kijken. En laten we dan maar snel beginnen. Ik ga jullie deze week gewoon weer gezellig met mij meenemen. Ja, ik zit dus nu in de auto. Te wachten op Emma. Want die is met haar auditie bezig. En ik vroeg me eigenlijk af wat erger is. Of dat je zelf het ondergaat, die auditie. Of een moeder die gewoon in fucking regen al 2 uur, nee, nu 1,5 uur, in een auto zit te wachten totdat het zover is. En dat ik, ja, een belletje krijg van kom je me halen. En maar dan hoor ik het direct aan haar stem. Dus ik, oh my god, ik moet plassen. Van de zenuwen, denk ik. Ik heb het koud. Want ik ga niet 2 uur mijn auto laten running motor aan laten staan. Het regent, dus ik kan ook niet naar buiten gaan wandelen. Het regent keihard. Dus dit is een update vanuit de auto. En als je dit ziet, just kidding you. Bye. Succes. Maar we manifesten dat je door bent. Good luck. En we aangenomen op de acteursopleiding. Wow! Als dit niet in de titel komt van deze vlog. Oh my god, ik ben aangenomen. Het was heel zenuwachtig, want het was heel erg. Want Emma bleef meer dan 1,5 uur langer dan de tijd binnen. En nu moet ik zo enorm plassen van de zenuwen en nu van de release dat ze het weet. Dus je gaat haar belofte verbreken en geen pokeball en sushi voor mij halen. Dus dan moeten we het vanavond maar eten. Moeten we sushi bestellen? Oh, wat jammer. Moet je zo nodig plassen. Ja. Stop langs de kant van de weg, ja. En ga hurken. Ja, boeien. Nee, dat doe ik niet. Hoezo niet? Ik ben zo thuis. Daar is de toren al. Ja. Ik rijd ook gewoon naar huis als Jan Linders toch zo dichtbij is, want ik ga niet zenuwachtig in de Jan Linders toch naar huis rijden. Dan rijd ik lopen. Maar ik ben aangenomen. Maar ze is aangenomen. En vertel hoe het ging. Het ging oprecht heel goed. Ik wist ook wel ergens dat het goed zou gaan en dat ik zou worden aangenomen, maar je weet het toch niet 100% zeker. Maar het ging gewoon oprecht echt heel goed. En ik ben aangenomen, dus ik ben heel blij. Nou, nog even je diploma halen. Nee, nog even mijn diploma. Maar nu weet je wel waar je het voor doet. Ja. Ik ben gewoon aangenomen. Yay! Wow! Hallo allemaal, het is vandaag woensdag en het is nu bijna 12 uur. En heb ik iets om... en ik ben al de hele ochtend soort van een beetje online les aan het volgen. En mama is hier aan het werken. En ik ben op dit moment een tosti aan het maken, want het is dus lunchtijd. En ik heb net ook een ijskoffietje gemaakt. Dus ik ga nu even eten. Oh ja, ik heb gisteren mijn nagels gedaan. En ik gebruik de tip van Eline. Ik ga namelijk in een ander environment zitten om te eten. Want anders kunnen je hersenen niet goed functioneren.
als je de hele tijd op dezelfde plek zit. Dus ik ga tosti eten met heel veel ketchup. En ik zal ook even mijn nagels laten zien. Kijk, tada, het is een nude. En dan heb ik er een mermaid poeder over gedaan. Dus dat is die glitter wat je ziet. En ja, ik ben er heel blij mee. Ik vind deze van alle nagels tot nu toe het mooiste. Gewoon qua de kleur en zo. En qua veiltechniek heb ik deze gewoon het beste gedaan tot nu toe. En de kleur is gewoon heel mooi. En die shimmer is heel mooi. Dus ik ben hier heel blij mee. En ja. I'm kind of proud. What? I'm proud of myself, wou ik zeggen. Maar kijk. Dit is echt een hele mooie, pretty mermaid. En dat is dus wel eerst een nagellakje en daarna dan een poeder eroverheen gedaan. Maar ik weet niet. Ik vind ze gewoon echt heel mooi. Oké, ik heb net een pakketje binnengekregen. En ik weet eigenlijk niet of ik dat jullie al heb verteld. Maar ik heb dus een diffuser gekocht. Omdat dat met heel veel dingen kan helpen. Met je slaap, met je longen, betere lucht krijgen en zo. Alleen ik heb dus alleen lavendelgeur en iets om je beter te concentreren. En ik wou... Oeh, die kan. Ik heb dus alleen lavendelgeur en iets waardoor je je beter kan concentreren tijdens werk of dat soort dingen. Dus ik wou meerdere geuren, want die olies die kunnen je helpen met bepaalde dingen. Zoals bijvoorbeeld beter lucht krijgen, je beter concentreren, beter slapen, dat soort dingen. Oeh, oké. En we hebben er hier dus 4. Want ik heb van, ja, eigenlijk hebben we er 5, maar we hebben er ook 1 voor oma besteld. Oké, als eerste hebben we de Kayaputi olie. Ik ben nog steeds een kind. Ben je toch een lief kindje? Oké. Ik wil... Ik weet niet of die al op is. Ja, deze ruikt naar die... die andere, vind ik. Ja, maar deze is sterker. Dit is rozemarijn. Dit, wacht, het kan allemaal helpen met dingen, maar ik weet het niet uit mijn hoofd. En ik wou ook mijn telefoon, alleen moet ik eerst weer die website op gaan zoeken en zo. Daar heb ik geen zin in. Dit is kut. Mag je, Sam? Nee, het is me gelukt. Denk ik. Ja. Gadver, dit ruikt naar iets met luizenspul of zo. Of iets van medicatie. Het ruikt naar iets van een medicijn. Ja, nou ja, olie. Je snapt de geur. Ja. Maar ik weet niet, ik kan hem niet plaatsen. Ik kan hem niet plaatsen. Ga je opzoeken waarvoor? Of gaat het er niet op? Ja, ik weet waarvoor het is, want daarvoor heb ik ze besteld. Oh, dit is ook Kayaputi. Dan is deze voor oma. Die Nardusolie, deze weet ik uit mijn hoofd waarmee die kan helpen. Die kan helpen met slapeloosheid, migraine. Pijntjes, spierpijn, blauwe plekken, dat soort dingen. Deze was ook het duurste van hun allemaal. Ik weet niet helemaal waarom, maar goed. Deze stinkt ook. What the fuck is Nardus? Mama, kom ruiken. Ja jongens, trouwens, jullie denken nu natuurlijk, waarom koop je olies die stinken? Ja, het is niet per se voor een lekkere geur. Allergieën, je blauwe plekken, ontstekingen, nervositeit, slapen. Oké, okay, in ieder geval, deze olies zijn niet per se voor een lekkere geur. Deze zijn meer gewoon om je te helpen met mentale en fysieke dingen. Maar als je bijvoorbeeld een diffuser koopt en je wilt echt dat het je huis lekker laat ruiken, dan kan je ook echt parfumolies kopen en die spreiden een echt een lekkere geur. En dan als laatste, en deze lijkt me wel lekker, want dit is lemongrass. Deze ruikt wel lekker. Die ruikt heel lekker. Ja, de rest stinkt. Dan mag jij me dik vinden, maar ik ben heel blij met mijn tiet en mijn kont. Oké, ik wil er nog één video over maken.
En dat is niet per se om mezelf beter te laten voelen. Want ik krijg al jaren haat over me heen. Ik weet hoe het is. Ik weet hoe ik ermee moet dealen. Maar ik kan me voorstellen dat andere kinderen hier wel onzeker van worden. Dus ik wil jullie even iets laten zien. Dit is mijn buik. Ik ben een meisje van 15. Dit zijn mijn benen. Ik heb van mezelf best wel volle benen. Ik doe gewoon normaal eten. Ik sport gewoon normaal. Maar dit is hoe het normaal lichaam van een 15-jarig meisje eruit ziet. Ik ben geen Kim Kardashian. En dat wil ik ook niet, want ik ben 15. Dit is het jurkje. Mooi jurkje, niks meer aan de hand. Dit zijn mijn armen. Dit zijn mijn armen zodra ik ga liggen. Snappen jullie nu wat ik bedoel? Iemand zijn lichaam is iets persoonlijks en iets waar jij nooit iets over te zeggen hebt, tenzij jij het zelf bent. Door social media krijgen we een soort van een beeld van hoe we eruit zouden moeten zien. Maar je moet eruit zien hoe jij je comfortabel voelt. Hallo allemaal, het is vandaag vrijdag 15 januari en het is nu lunch. Dus ik ben mijn lunch aan het maken en ik heb net mijn avocado echt perfect open gesneden. Kijk, tadaa, heel mooi. Dus daar ben ik heel trots op. Ik moet even een bak maken. Want ik ga natuurlijk wel de avocado goed maken. Zo, ik doe me zo in één keer zo erin. Je moet avocado niet te veel eten, want er zit wel een beetje. Er zit best wel veel vet in avocado. Wel gezonde vetten, maar alsnog. Alles wat je te veel eet, volgens mama, is niet goed. Ja. Te veel. Koekjes, te veel chips. Dat is allemaal niet goed. Maar ja, volgens jullie heb ik toch wel obesitas. Dus. Maar ik ga dus wraps maken nu als lunch. Want ik heb gisteren een beetje lopen zaniken. Dat ik onze lunch vaak saai vind. Want als ik te veel tosties of zo ga eten, is dat natuurlijk ook niet goed. Dus ik ga nu wrapjes maken. Nou jongens, mijn lunch is klaar. Ik heb dus wraps met hummus, guacamole, sla, kipje en dan nog peper en zout. En daarbij heb ik nog worteltjes met hummus. Lekkere lunch! Hallo allemaal. Ik heb gisteren een pakketje besteld bij Lovies. En die is binnengekomen, dus het leek me wel leuk als ik die samen met jullie zou openmaken. Ik heb dit namelijk ook zelf besteld, dus het is niet dat ik dit heb gekregen. Was het maar zo'n feest. Ik heb, hoezo gaat die zak nou niet gewoon fatsoenlijk open? Heel irritant. Ik heb een broek en een trui besteld. En ik hoop dat de broek mij past, want ik heb nog nooit eerder hier een broek besteld, dus ik weet niet hoe dat de maten vallen. Dus ja, ik heb namelijk een broek met sterretjes besteld. Oh my god, hij is zo leuk. Zo cute. En dan heb ik voor daarop dit leuke zwarte truitje besteld. Het is een trui crop top. En er was nou keiveel aanbieding, kijk, super leuk. En dan doe ik daaronder de broek. Ik hoop dat het past. Ik ga het dadelijk passen. Maar ik vind het echt een super leuke broek. Ik hoop echt heel erg dat die past. Maar als ik zo word. Ik heb dus dit trucje geleerd. Als je een broek om je nek doet, dat je dan weet of die past. Nou, volgens mijn nek zou die moeten passen. Dus ik hoop dat dit past. Want dan is het namelijk super leuk en dan kan ik dit morgen aan. Dus ja, ik weet, ik heb nu nog online les en ik heb dadelijk biologie. Maar ja, maar nee, het komt wel goed. Oké, jongens, ik heb net echt gewoon, dit is gewoon de size koffie die ik heb gemaakt. Ik heb het letterlijk in een maatbeker gedaan omdat ik zoveel koffie wou. Maar het is echt oprecht super lekker. Ik heb die twee Lovies dingen gepast. Die trui zit echt gewoon super goed. Alleen die broek is me te klein. Maar dat komt dus omdat de maten niet helemaal kloppen. Maar goed.
Ik heb dus die broek nu een maatje groter besteld en deze wordt teruggestuurd. Want ik wil die broek wel alsnog heel graag hebben, want hij is wel oprecht nog steeds heel leuk. Hallo allemaal, het is vandaag zondag en het is nu 3:10. En ik heb met mama boodschapjes gedaan. En ik ga zelf proberen red velvet cake te maken. Want ik vind red velvet cake vet lekker en ik had zin om iets te bakken. Ik heb het nog nooit gedaan. Ik heb wel vaker iets gebakken, maar niet dit. Dus ik ben benieuwd. Ja, ik weet niet. Ik ga jullie gewoon meenemen in het proces van hoe het gaat lukken. Ik ga het gewoon beter. Ja, we gaan het in de airfryer maken, maar dat kan gewoon, want er staat op de verpakking hete luchtoven en hete luchtoven is een airfryer. Dus we hebben dus hier de waar het in moet. En de eieren, ja, hoe ga ik die op kamertemperatuur? Dit is toch al, die eieren zijn koud. Maakt dat nou uit? Ja, ik denk dat het met een slagroom. Nou, dan ga ik ze proberen warm te maken, de eieren. Keep the chickens warm. Zie dat je ze even toch. Look, I'm keeping them warm. Eieren warm maken. Ze is al warm. Ah, maar dadelijk zijn ze kapot. Ja, maar dit duurt niet te lang. Nou, de eieren zijn warm genoeg. Wat ik nu moet doen is de taartmix, de eieren en 100 ml slagroom in de beslagkom. Dit is mijn beslagkom. Boe, het is echt heel roze. Kijk. Kun je dat zien? Het ruikt niet zo lekker. Oké. En nu? De eieren en eigenlijk had ik als allereerste die eieren moeten doen, want als er nu een schil in gaat, maar mij het. Eeuw, dat ging er echt nasty uit. Dus je moet een bekertje kopen van 2. Moet ik nu die slagroom eruit gaan vissen? God ja. Fuck! Maakt niet zo heel veel uit, Emma. Nee, maar dan zit er ook al shit bij. Ja, maakt niet zo heel veel uit. Het is iets minder gezond. Oké. Nou. Roer het geheel eerst rustig door een gladde massa die niet meer stuift. Nou. Nee, dan moet je een... Waar is ons brownapparaat? Nee, je moet het roeren en daarna pas het apparaat. Roeren met wat? Met een houten lepel. Is dat lekker? Nee. Nou jongens, de cake is uit de airfryer en ik heb hem net moeten opensnijden, want zeg maar hier gaat dadelijk zo'n wit laag tussen, zeg maar die crème. En die crème ga ik nu maken, maar ik moest dit eerst laten afkoelen. En wat moest ik doen voor de crème? Doe de 100 gram mousse in een kom en mix deze met een mixer met de gouden klap. Nou, die mousse zit erin. Even zo.
die je die slagroommat er wel in moet voegen, topping mix en de rest van de slagroom 150 ml toe. En mix het geheel nogmaals in 1-2 minuten. Nou jongens, ik wou net de topping gaan maken en toen kwam ik erachter dat ik dus inderdaad die andere 150 gram nog nodig had. Dus we zijn net letterlijk op en neer gegaan naar de supermarkt voor een slagroom. Maar we kunnen verder. We don't let anything stop us. Nou, we hebben de topping, maar dat moet dus eerst hier in het midden. Kijk, het is echt... Is dat... Moeten we nu hierop terugplaatsen. Zo. En dan moeten we nu nou jongens, tadaa, mijn taart is af. Ik heb er nog Oreo crumbles over gedaan en zo die zilveren balletjes gecrushed en nu zit er zilver goud, nu zit er zilveren glitters over. We gaan hem nu in de koelkast doen, want we gaan eerst avond eten. Maar ja, ik vind het leuk, mooi geworden hoor. Nou jongens, tadaa, dit is de Red Velvet cake geworden. Voor de eerste keer best prima, ik hoop dat hij lekker is, want ik heb hem nog niet geproefd. En ik hoop het echt, anders is het echt allemaal voor niks geweest. Dus laten we hopen dat hij lekker is. Hij ziet er wel in ieder geval lekker uit. Ik was de vlog vergeten af te sluiten, zoals altijd. Maar ik hoop dat jullie deze week vlog leuk vonden. Als jullie deze week vlog leuk vonden, doe dan vooral jullie duimpjes omhoog. Liken, abonneren, reageren. En dan zie ik jullie weer tot de volgende keer. Heel veel kusjes van mij. Doei!